We zijn hier bij het steengoedfiliaal in Annapolona. De kleischets die hebben we nu afgerond. We hebben de maat opgenomen en nu gaan we steen uitzoeken. Neem daar alsjeblieft de tijd voor, mensen, want het is heel belangrijk dat je daar even goed naar kijkt. We gaan steen uitzoeken. Waar moet je op letten? Nou, de hardheid, de kleur, vorm en afmetingen van de steen. Of die voor buiten of binnen is. En hoe ga je de steen bewerken? Ga ik glad of ruw werken? En wat is het gewicht? Kan je hem wel tillen? En is je portemonnee wel groot genoeg om te kunnen betalen? En welke verschillende steensoorten zijn beschikbaar? Nou, daar kan je mee op pad. Met alle criteria die ik reeds genoemd heb, gaan we nu kijken welke steen voor mijn ontwerp het beste past. We zijn nu aangekomen bij de zachtste steensoorten, de speksteen. En vooral dit is dan de Chinese speksteen. En we hebben aan de andere kant hier ook nog een bak met Braziliaans speksteen en nog één Braziliaans speksteen. En dit is dan de Chinese speksteen, die zijn heel zacht, hardheid 1. En ik denk er sterk over om deze soort steen te gaan gebruiken voor mijn beeld. Omdat de plekken zacht is en zodat ik zoveel mogelijk kan laten zien. Voor beginners is het ook belangrijk om met zachte stenen te beginnen. Begin niet met een Chinees direct, tenzij je een heel goed stuk vindt. Maar over het algemeen is de Chinese speksteen erg gelaagd. En de Braziliaanse speksteen die is een stuk compacter. Waardoor die voor een beginner veel makkelijker te bewerken is. Dit is mergel. Het is een heel andere steen dan speksteen. Het is een kalksteen. Hij komt regelrecht uit de grotten van Limburg. Het is wel een hele fijne steen om in te vormen. Maar je krijgt hem bijvoorbeeld niet zo mooi glad als een speksteen. Dus het is wel heerlijk om in te werken. Je kan het zelfs met je nagel kan je het zelfs bewerken. Dus het is wel lekker zacht. Zo, we zijn nu aangekomen bij de wat hardere steensoorten. En dit is Indiase speksteen, dat noemen we ook wel Gala steen. En die heeft hardheid 2, net zoals andere steensoorten die jullie zo gaan zien. En het is misschien wel leuk om even erbij te vertellen dat als je steen aan het uitzoeken bent, dat je dan een spons en een beetje water kunt gebruiken om even nat te maken. Kijk, en dan zie je in één keer de kleur, hoe die gaat worden. Dus dat is een heel handig middeltje. De meeste winkels waar je steen kunt kopen, die hebben dit. Wat je ook kunt doen, is even een rasp pakken en daar even mee raspen. Zorg wel dat de steen dan droog is, want op het moment dat je rasp nat wordt, dan gaat die roesten en dat is zonde van je gereedschap. Dit is kiezisteen, dus speksteen ook, hardheid 2, soms wel 2,5, hij kan behoorlijk hard zijn, uit Kenia. En soms zitten er hele mooie rode bandjes in, soms is hij gewoon wat egaler. En daar kun je mooie beelden van maken. Oranje en witte seleniet, ook wel engelensteen genaamd. Het is een prachtige steen en hij wordt heel mooi doorzichtig. Hij is alleen ontzettend lastig om te bewerken. Je kunt wel al die lijntjes zien, die naalden. Hij is helemaal opgebouwd uit naalden. En dat is heel lastig om daar mee te werken. Want voor je het weet, breekt er een stuk af. En dat is natuurlijk niet wat je wilt. We zijn aangeland bij alabastre in het Italiaans.
Dat is een prachtige steen, natuurlijk bij heel veel mensen al bekend, vooral ook om zijn doorzichtigheid. Ik heb hem even nat gemaakt. En als je hem dan tegen het licht aanhoudt, dan kun je er helemaal doorheen kijken. Vroeger, toen ze nog geen glas hadden, hebben ze ook wel de ramen en de kerkjes ermee gevuld, zodat het licht prachtig diffuus er doorheen kon schijnen. Albast heeft een hardheid van 2 en is goed te bewerken, maar pas op voor beurse plekken. Dus als je met een puntbuitel aan de gang gaat, dan ga je er diep in en dan krijg je allemaal van die witte plekjes erin die je er eerst weer uit moet halen met een rasp of met een vijl of met schuurpapier. En dat kan soms wel een centimeter diep zijn, dus wees daar voorzichtig mee. Maar voor de rest is het natuurlijk een prachtige steen. Albast die wordt gevonden zoals je hem hier ziet. Dus heel knobbelig. Kijk, dit is dan afgezaagd. Maar dit is echt de buitenkant van de steen. En het is eigenlijk net alsof je in een druipsteengrot komt. Waar al die kalkafzetting plaatsvindt. En zo is deze steen ontstaan. Dit was het gedeelte binnen. De zachte stenen hebben we gehad. Nu gaan we naar de wat hardere soorten voor degenen die al wat verder gevorderd zijn. Serpentijn. Het is een opaal. Je hebt ook springstone, dat is de harde soort, die zie je daar. Kijk bij serpentijn vooral goed uit voor scheuren. Dat kan je zien als je hem nat maakt en hij droogt op. En dan blijft zo'n scheur nat omdat het water in die scheur trekt. Dus zo kan je dat controleren. Dus altijd een spons en een emmertje water mee. Want het is zonde als hij onderweg stuk gaat. Ik kom hier natuurlijk niet voor niks. Ik kwam hier om een steen uit te zoeken voor mijn kleischets. En ik ben toch op deze gevallen omdat hij van die prachtige kleuren heeft. Zoals ik al zei, neem hier rustig de tijd voor. Laat de steen je inspireren. Kijk eens wat een prachtige kleuren komen hieruit. Ik vind deze al heel erg mooi. Deze eigenlijk ook. Maar als ik zo de maten opneem, dan denk ik dat deze net even wat geschikter is dan die en die. Dus hier ga ik voor. Zo, hij is flink looig. ...16 kilo. Het is wel belangrijk dat je een steen uitzoekt die je kan tillen. Want anders dan wordt het elke keer heel lastig om hem op de bok te leggen of in een stelling om te verplaatsen. Dus denk daar ook even over na.